Zie, je bent altijd vrijer dan ik, hè? Ja, dat is frank en vrij, hè? Ja, waarom ik het wel leuk vind dat we op Bevrijdingsdag hier zijn, wat ik net ook al zei, is we zijn vrij. En dat is best wel een besef. Ja. Jullie zijn ermee bezig. Ja. Wat ik zo zie. Ja. Jullie zijn bezig met die vrijheid in de praktijk. Mm-hmm. Dus dat is een beetje de insteek. En hoe het dan verder gaat lopen, daar komen we wel achter. Mooi. Eigenlijk is het best wel een bijzondere dag namelijk. Tenminste, voor mij. Ja. Ik voel namelijk dat ik me 3 jaar geleden bevrijd heb. Ik hoef hier op aarde geen ander levend mens te dienen, behalve mezelf. En het feit dat allerlei politieke leiders er zijn die ons allerlei verplichtingen willen opdringen, zoals de vaccinatieverplichting, want dat was zijn voorstel toen, dat ik echt voelde van, oh ja, als ik hier niet tegenop sta, dan laat ik me eigenlijk ergens toe dwingen. Dan ben ik helemaal niet vrij, want ik laat het energieveld toe van dwang. Ja, en dat is wel een keuze die ik toen gemaakt heb, 3 jaar geleden, dat ik dacht, ik zwijg nu niet langer. Waarin ik dus over een soort angst ben heen gestapt wat anderen van mijn mening vinden en wat anderen van mijn visie vinden. Nee, ik dacht, ik blaas het gewoon de wereld in. En daar ben ik niet mee gestopt. En waarom heb je voor die weg gekozen? Want als je dat bewustzijn kan je op allerlei manieren uitdrukken. Ja. Waarom deze manier? Nou, ik heb altijd wel gevoeld, ik ben heel lang manager geweest. En dan zei ik altijd tegen de mensen aan wie ik leiding gaf, choose your battles. Dus kies gewoon binnen het bedrijf wat je echt belangrijk vindt. Maar ik voelde wel rond dat hele vaccinatiestuk, die battle heeft mij uitgekozen. En dat ik uitdrukking heb gegeven door te schrijven, eigenlijk wist ik helemaal niet dat ik zo goed kon schrijven. En dat ik het zo leuk vond om te schrijven. Het was eigenlijk die nacht, Loes ging naar bed toe op 4 mei. Toen zei ik ga gewoon de hele nacht schrijven, net zolang dat ik dit stuk online ga zetten. En ik denk dat ik echt 6:30 liep ik naar boven toe, dus ik ben klaar. En ik had daar echt zo'n fijne nacht heb ik gehad. Echt, iedereen lag al in Nederland in rust. Maar ik was echt alleen maar aan het vlammen. Omdat ik dacht van, ja, ik ga gewoon nu verdomme mijn punt maken. Ja. En dus heb je ook wel boosheid nodig. Voor mij heb je in ieder geval boosheid nodig om je echt vrij te kunnen voelen. Hoezo? Hoe zie je dat? Waarom heb je boosheid nodig? Omdat er gewoon allerlei manipulatie uitgevoerd wordt. Er wordt allerlei angst naar je toe gegooid. Er wordt allerlei dwang op je uitgeoefend, zonder dat je er altijd helemaal volledig 100% bewust van bent wie dat doet, waarom ze dat doen, op welke manier het invloed op je heeft. Maar dat is er gewoon. En in de coronatijd heeft iedereen dat kunnen zien. We worden gewoon gemanipuleerd. En dan moet je voelen, ik verdien iets beters dan dit en mijn medemens verdient iets beters dan dat. Dus ga ik vanuit boosheid en vanuit liefde voor mezelf en mijn medemens, onderneem ik actie. Transformatie ja. Kan alleen maar voortkomen vanuit emotie. Als emotie niet toegelaten wordt, is er geen transformatie. Dus dat bericht gelijk heel erg werd opgepakt, dat heeft te maken met de hoeveelheid emotie die jij hebt toegelaten in het moment dat je het schreef. Ja. Want mensen pikten de transformatie op. En ik moet ook wel lachen dat jij zegt dat 3 jaar geleden pas begonnen is, want dat is niet echt zo. Eigenlijk speelt dit je hele leven al, maar dat was een keerpunt waarop het naar een groter podium ging. Ja, het is een beetje zo als een, wat Angelo Meijers wel eens vertelt, van een raket, die heeft dan eigenlijk 90% van de energie nodig voordat hij wordt weggeschoten. En als hij weggeschoten is, heeft hij eigenlijk nog maar 10% nodig. Dus het was eigenlijk alsof ik toen gelanceerd werd. Ja. Het was de raket. Ja, maar de voorbereidingen waren al heel lang in gang. Nee, dat klopt inderdaad, ja. Dus jij kwam in de flow. Ja, ik durfde mezelf te lanceren. En ik durfde eigenlijk al dat innerlijk werk wat ik voor die tijd had gedaan, ja, durfde ik echt in de praktijk toe te passen. Ja. En dat is het stukje wat denk ik, naar mij in ieder geval drijft. Er zijn zoveel mensen die weten wat er nodig is, maar die het niet doen. En het is voor mij maar om 1 reden. Ze zijn te bang om te gaan voelen. Ja. Dus je weet wel dat je een bepaald verhaal moet vertellen. Je weet wel dat je iets moet begrenzen. En dat kan zijn richting je, tussen aanhalingstekens, baas waar je werkt. Of tegen iemand in je familie. Of tegen je partner. Maar je doet het niet omdat je bang bent voor al die sensaties die je in je lijf gaat ervaren. En ik voel dat wij niet meer bang zijn om al die sensaties te hebben. Ja. En dus stappen we gewoon door. En dus zeggen we bijvoorbeeld tegen zo'n leerplichtambtenaar,
We melden onze kinderen gewoon ervoor af. Ja, en het loopt allerlei sensaties, roept dat op. Maar we doen het wel gewoon. Ja. En jullie blijven bij dat gevoel, wat het oproept. Ja, omdat ik wel voel, dat is helemaal van mij. Alles wat er in de buitenwereld, wat mij een sensatie oplevert, is helemaal van mij. Het heeft niks met de ander te maken. Dus ook bijvoorbeeld de mensen die ons willen ridiculiseren, of die de meest waanzinnige dingen over ons schrijven. Als dat iets in mij triggert, ja, dat zegt alles over mij. Ja. Ja, en dus ben je, als je vrij wil zijn, ben je dan bereid om te leren van alle donkerheid die er eigenlijk om je heen is. Ja. Ja, en dan wordt het een spel. Nou, kijk, we hebben 4 kinderen, 2 jongetjes. En die zijn wat meer van de computerspelletjes dan de meisjes. Dat is echt een wereld van verschil is dat. Maar als ik naar die computerspelletjes kijk, zitten er altijd bepaalde levels in. En ik voel dat wij ook gewoon elke keer worden uitgedaagd om een level hoger te gaan zitten. Dus de dingen bij wijze van waar ik nu totaal niet meer bang voor ben. Dus we hadden maandag bijvoorbeeld een gesprek met de wethouder en met de leerplichtambtenaar. En die begonnen ons dan een beetje aan te spreken op de consequenties die onze keuze zou kunnen hebben van een rechtszaak. Vroeger was ik daar bang voor geweest. Nu niet meer. Nu denk ik, oké, er is een nieuwe kans om innerlijk krachtiger te worden, om helemaal mijn recht op te gaan halen. Ja. Nou, ik ervaar het wel net iets anders. ik ervaar van, oh, dan komt er een rechtszaak. Oh, en dan gaat dat ook gewoon weer sensaties in mijn lijf geven. En dat is ook gewoon maar een ervaring. Ja. En het leven gaat daarna ook gewoon door. Dus na die rechtszaak kom ik thuis en dan ga ik ook gewoon weer voor de kinderen koken. Ik ben niet meer bang voor alle nare ja, trillingen, plopjes, wat zijn het, ongemakjes. Soms voelt het als messteken in mijn lijf. Ik denk, ja, laat maar gebeuren. Ja, cool. Laat maar gebeuren en dan zien we wel weer wat daar uitkomt. Ik denk dat met de mondkapjesplicht, dat eigenlijk voor iedereen heel goed heeft laten zien. Ja, dat vind ik ook grappig, want dan vertellen mensen bijvoorbeeld aan mij, nu niet, maar want nu is de mondkapjesplicht er niet. Maar toen de mondkapjesplicht er was, vertellen mensen aan mij van, ja Loes, ik kan echt zonder mondkapje boodschappen doen hoor. Want ja, ik ga er gewoon voor, ik ben een soort van onzichtbaar. Ik voel gewoon mijn eigen creatiekracht, mijn eigen manifestatiekracht daarin. En ik doe altijd gewoon daarvoor eventjes stilstaan bij mezelf en hup, ik ga gewoon zonder mondkapje de winkel in. En dan zeg ik, maar als dat dan voor die mondkapjesplicht geldt, waarom dan niet voor al het andere? Waarom dan geldt dat dan niet voor ook de leerplicht of ook dit, de boetes? Of, dus waarom geldt dat niet voor alles waarvan je denkt dat je het verplicht bent, maar het eigenlijk niet wil? Waarom doe je dit dan niet bij alles? Betaal je nog belasting? Ja, op dit moment wel. En dat komt echt over wat Frank net ook zegt. Ja, pick your battles. En wij zitten nu echt in de battle van 3 kinderen niet meer op een school ingeschreven hebben. En dat is een heel creatieproces. Ja. En je krijgt eigenlijk maar op 1 creatieproces je ingevingen. Dus als je bijvoorbeeld bezig bent met je huis verbouwen, dan ben je niet tegelijkertijd ook bezig een bedrijf helemaal aan het opzetten. Ja, sommige mensen proberen dat wel, maar die komen dan achter, dat werkt niet. Focussen. Focus. Je hebt een focus op 1 creatie nodig. En dit is de creatie die voor ons gevoel ons gekozen heeft. Net zoals de vaccinatieverhaal wel Frank gekozen had. Omdat wij gewoon echt niet meer achter konden staan om onze kinderen naar school te laten gaan. En dus was het voor ons de choiceless choice. En die moesten we gewoon op dat moment maken, zo 1,5 jaar geleden zo'n beetje. En had je ook gewoon uit kunnen schrijven? Uit kunnen schrijven uit de gemeente? Ja, dat je inderdaad, dan kom je in zo'n speciaal groepje, ik weet niet hoe ze dat noemen, hebben ze ook een term voor. En, zit er geen leerplichtambtenaar maar achter je aan? Nou, er zit ook geen leerplichtambtenaar achter ons aan. Wij worden steeds, krijgen brieven dat we uitgenodigd worden voor gesprek. En dan gaan we. En dan zeggen we zijn hier vanuit beleefdheid. En kijk, ik laat mij het land waarin ik geboren ben niet uitjagen. Ik snap dat mensen met campers gaan rondreizen en die mensen kennen we ook. Of mensen die helemaal gaan emigreren. Ik heb er ook helemaal geen oordeel over. Maar ik hoor hier. Ja, ben ik met je eens. Ik ben hier geboren omdat ik hier het licht wilde brengen. En ik woon ook nog in het hart van Nederland. Hier in Lunteren zit het onofficiële middelpunt van Nederland. Dus daar zit ik niet voor niks.
Dus ik ga het ook gewoon aan. Dus wij gaan dus zo'n gesprek aan naar de leerplichtambtenaar en zeggen, we zijn hier vanuit beleefdheid, vertel maar. En dan geven we hem les over wat de wet is. Want hij zegt de hele tijd, ja, maar dit is de wet. En dan zeggen we, oké, maar wat is dan de wet? De wet bestaat uit verschillende wetboeken. En ik denk, zeg ik dan, dat je die wetboeken niet helemaal kent. Dus misschien kunnen we daar wat over uitleggen. En ook over, dan geeft hij terug van, ja, maar ik heb daar geen invloed op. Ik doe ook maar gewoon mijn werk. Nou, die kennen we allemaal natuurlijk, hè, dat mensen dat zeggen. En dan zeggen we dingen als van, nou, iedereen heeft invloed. Dat hebben wij juist de afgelopen 3 jaar ervaren, vertellen we dan. Van, ja, Frank begon te schrijven over vaccineren en wist niet wat ons overkwam. We kregen duizenden mails van mensen die daarachter stonden. Dat kan je nooit bedenken. Dat is gewoon opeens ontstaan. En dan kom je erachter, hé, maar één zo'n mannetje heeft gewoon invloed. Dus dan zeggen we van, ja, maar dat geldt niet wat je nu zegt. Dat is gewoon niet waar. Het is een keus. Het is een keus. En dat heb jij ook aangeleerd gekregen. Hè? Van, jij hebt aangeleerd gekregen. Zo praten we dan tegen de leerplichtambtenaar, dat jij geen invloed hebt. Terwijl je weet dat er in het onderwijs dingen gebeuren die echt niet kunnen. En je hier op deze plek zit. Ja, maar, zegt hij dan, wat vind je dan dat ik ontslag moet nemen? Zeggen we, ja, dat is niet aan ons op welke manier jij, dat is jouw eigen ingeving, op welke manier jij hier een verandering of een rol in kan spelen. Maar dat is niet aan ons. Dus wij praten helemaal niet over onze kinderen. Wij zijn ons daar helemaal niet aan het verantwoorden. We vragen daar helemaal niet om respect. We vragen daar ook niet om erkenning. We vragen daar ook niet om begrip. Wij komen daar gewoon om daar een verandering teweeg te brengen. Ja, want dat merk ik ook wel, dat we vaak banger zijn voor het verhaal wat er ons verteld wordt, dan dat we de werkelijkheid opzoeken. Want inderdaad, er wordt gezegd van als je je kind in de school brengt en je hebt leerplicht, dan kan het zo ver lopen dat ze je kind bij je weghalen. Dat zijn allemaal verhalen. En dat gebeurt waarschijnlijk ook wel, hoor, in de gevallen. Maar dat is het wat het systeem doet om maar te zorgen dat je als mens in angst zit. En het systeem maakt het helemaal niet uit waar je bang voor bent. Nee. Als je maar in angst bent, zit, dan gaat dat hart dicht. En dan krijg je angstige gedachten. Ja. En dan ga je niet vanuit vertrouwen hele moedige stappen zetten. Dus het gebrek aan moed komt alleen maar omdat we eigenlijk innerlijk zo bang zijn. Ja, en je moet wel echt bereid zijn 100% verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Dus Frank zei al van, wij nemen echt altijd 100% verantwoordelijkheid voor onze eigen emoties. De sensaties in ons eigen lichaam. En dat wat wij nog zelf aan oude overtuigingen los te laten hebben en wat we zelf nog in onszelf moeten oplossen, daar nemen we 100% verantwoordelijkheid voor. Maar je moet ook wel, je kan niet zeggen, oh, ik stop gewoon met mijn kinderen naar school brengen en verder doe ik daar niks mee. Want het systeem gaat altijd reageren. Dus je moet bereid zijn om wel stappen naar voren te zetten en steeds opnieuw. En je hoeft ook steeds maar één stap te weten. Hè, want wij zijn ook gewend om dan helemaal vooruit te denken van, oh ja, dan gebeurt het dit en dan doe ik dat. Maar het is een schaakspel. Je weet niet welke zet een ander zet. En je kan alleen maar vertrouwen op je eigen ingeving wat dan jouw volgende zet is. Dus het gaat ook over helemaal in het moment zijn en daar 100% verantwoordelijkheid voor nemen. Wat is de intentie waarmee ik deze stap zet? Is dat een stap vanuit angst of is dat ook weer een stap? Of is het een stap vanuit liefde? Dus ik moet elke keer wel voelen, oké, maar is datgene wat we gedaan hebben, is dat het beste voor onze kinderen? Is dat in het belang van het geheel? Of gaat het een spel van mij worden met het systeem, omdat ik van dat spel hou? Ja, en dat is wel heel belangrijk om dat elke keer te blijven voelen. Dat de keus die we gemaakt hebben, was een keus voor onze kinderen. Ja, dus er zit ook een stuk in van radicaal eerlijk zijn richting jezelf. Ja. Ja. En continu checken bij jezelf. Zeker. Blijven voelen. Daar begonnen we eigenlijk hier al mee. Even voelen. Ja. Waar zijn we? Waar staan we? Waar gaat het heen? Ja. Ja, dat voelen, hè. Als we dat nou eens allemaal veel meer zouden doen, dan zou er heel snel veel meer veranderen. Eigenlijk is dit een soort beschrijving van hoe het leven in elkaar steekt. Ik bedoel, dat hoofd trekt ons de hele tijd uit door die angsten en die verhalen. Maar we hebben het eigenlijk over gewoon in het moment zijn. Ja. Waar we het nu over hebben is dat. En dan toegespitst op de situatie van de kinderen en naar school en de leerplichtambtenaar. Maar... Ja.
This is life. Ja, maar ook wel echt begrijpen wat creatie is. Vroeger dacht ik altijd dat creëren is, oh, ik bedenk iets en ik doe iets. Maar dat is niet wat creëren is. Nee. Creëren is veel meer dan dat. Creatie is, dat doe je eigenlijk met alles. Dat doe je met je gedachten, met je emoties, met al je cellen moeten naar die realiteit toe meebewegen. Dus bij wijze van, even een voorbeeldje, het feit dat ik een aantal keer op een demonstratie heb gestaan, waar duizenden mensen stonden. De delen in mijzelf die bang waren voor de mening van anderen, moesten helemaal meebewogen voordat ik die ervaring kon hebben. Dus het gaat niet alleen, kijk, wat is de reden dat zoveel mensen iets bedenken, maar het nooit volledig zo manifesteren? Ja, dat komt omdat we eigenlijk in essentie helemaal niet geleerd hebben wat creëren is. En dat is dus meer dan denken en doen. Het is ook voelen en zijn. En eigenlijk lopen we altijd weg van al die sensaties. Ja. Ja, een voorbeeldje wat er altijd in me opkomt is, met de avondklok die er was. Ik vond het waanzinnig dat die avondklok er was. Ik vond het ook waanzinnig dat zoveel mensen zich eraan hielden, dat we ons in die realiteit hebben laten rommelen. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Dus vind ik dat we gewoon vanuit de bezielde mensen een stap naar voren moeten zetten. Dus organiseer ik iets op het plein in Den Haag voor de Tweede Kamer. Op het moment dat die avondklok eigenlijk ingaat. Omdat ik denk, we laten daarmee zien als mensen, wij zijn sterker dan dat. We laten ons niet opsluiten in huizen omdat jullie dat willen met leugens. Het is niet anders dan dat. Maar het kind in mij moet ook door die ervaring heen gebracht worden. En als er dan allerlei politie komt, dan kan ik wel gaan heel stoer gaan lopen zijn alsof mij dat niks doet. Maar het kind in mij vindt dat verrekt en spannend. Want misschien gaat het allemaal wel mis. Misschien worden we daar weggeslagen. En het erkennen dat die emoties in mij leven en daar iets mee doen, zeker als ik dan thuis ben, dat zorgt ervoor dat je elke keer krachtiger wordt. Als je zegt daar thuis iets mee doen, dan is dat letterlijk huilen met natte wangen. Ja. Dus dat creatieproces is dan goed gegaan. Met euforie rijdt Frank terug naar huis. Van het is gelukt. Maar dan toch erkennen, dus ook radicaal eerlijk zijn. Maar er zitten sensaties in mijn lijf die het echt heel, heel naar hebben gevonden. En ik kan daar nu overheen stappen, zo vanuit de euforie. Ja, maar het is gelukt. Hè, dus ik laat die sensaties maar, want het is nou eenmaal gelukt. Dus het heeft geen zin daar meer bij stil te staan. Nee, Frank die doet dan een andere beweging. Het is gelukt, maar er is heel veel aan sensatie nu in mijn lijf wat aandacht nodig heeft. En daardoor houdt hij het ook vol. Bijvoorbeeld ook met al die brieven die hij dus schreef over de vaccinatiewaarheid. Wij kregen gewoon, ja, ik word daar nog steeds emotioneel van. Kijk, wij wisten eigenlijk al heel veel, altijd al heel veel over vaccineren, al heel lang. Maar het speelde niet echt een rol. We praten er niet echt over. En toen begon Frank dat dus te uiten, zeg maar 3 jaar geleden. En direct kregen we echt heel veel berichten, heel veel mail van allemaal moeders die hun kind door vaccinatie hadden zien veranderen. En wij wisten eigenlijk wel dat het zo was, maar als je dan al die mails krijgt, dan voel je gewoon van, oh ja, maar het is echt zo. Dan kom je op een ander level van dat doorvoelen. Dan lagen we elke avond huilend in bed. Zo van, ja, we moeten hier toch mee doorgaan. Ja. En dan voelen we ook van, ja, dat huilen, dat is juist de transformatie. Dat maakt juist dat we het volhouden en dat we steeds krachtiger worden. Mag je vragen, het verdriet wat je nu voelt, is dat omdat jij je in zekere zin verantwoordelijk voelt voor wat die ouders en die kinderen hebben meegemaakt? Op een bepaalde manier ben ik natuurlijk verantwoordelijk. Ik bedoel, die kennis die hadden we al heel lang. Kijk, zo moet je het zien. Hè? Het is niet mijn schuld. Mm-hmm. Maar ik ben wel verantwoordelijk. En jij ook. En jij ook. We zijn allemaal verantwoordelijk voor wat er allemaal gebeurt. Los van dat we onszelf niet de schuld hoeven te geven. Maar als je op het punt komt dat je voelt van het is mijn verantwoordelijkheid, dan kom je ook schuldgevoel tegen. Ja. En ook dat schuldgevoel zijn we heel bang voor. Dat willen we ook niet voelen. Daar stappen we ook overheen. Ja, ja, ja. Dus je bent niet schuldig, maar die sensatie zit er wel. Als je die verantwoordelijkheid gaat zien. Van ja, wij wisten het al in 2005.
toen hadden we al deze kennis al. Frank begon in 2019 erover te delen. En weet je, dingen gaan zoals ze moeten gaan. Maar ja, het is wel deels onze verantwoordelijkheid voor wat al die moeders dan schrijven. En dat is ook van jou. Ja, weet je, we hadden ook dat wat je net zei over van we zijn allemaal in gelijkheid geboren. Dus het is niet zo dat iemand in de politiek meer verantwoordelijk is dan ik. Hè? Dus het werkt twee kanten op. Hè? Het is niet dat mensen met meer macht vrijer zijn. Nee, ik ben even vrij. Maar het is ook niet dat zij meer verantwoordelijk zijn dan ik. Wij nemen natuurlijk ook echt alleen maar verantwoordelijkheid voor onszelf en onze kinderen. Dus ik ga niet het probleem van een ander oplossen. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Maar dan nog is er, kijk, vanuit die beweging die Frank heeft gemaakt om nou, veel meer boven echt al zijn creativiteit te gebruiken om iets duidelijk te maken aan mensen. Vanuit die beweging heeft hij wel een bepaalde verantwoordelijkheid genomen voor het collectief. Ja. Los van dat hij alleen maar bezig was met zichzelf en dat wat voor hemzelf goed voelde om te doen. Dus de intentie was niet om het voor een ander te doen. Maar wel, de intentie was wel om dat wat hij wist, om daar iets mee te doen. Of om daaruit te handelen. Op een gegeven moment word je een hoeder van een veld. Dus omdat ik heb echt dat vaccinatiestuk eigenlijk helemaal vastgepakt. En ik heb ook altijd wel gevoeld van, oh ja, ik ben wel bij machte om dit op een bepaalde manier te omschrijven en naar buiten te brengen, dat heel veel mensen dat kunnen volgen. En het wordt dan een soort energieveld. Net als jij een bedrijf creëert, dat veld is er nog niet, maar opeens ontstaat er een bedrijf en dat gaat dan een gebouw worden. En eigenlijk heb je daar heel veel liefde in te stoppen, omdat het gaat groeien. Ik heb ook een veld gecreëerd. Dat is namelijk het veld van heel veel mensen die eigenlijk vast wilden houden aan een zelfbeschikkingsrecht, die eigenlijk opkwamen voor medische vrijheid. Maar je gaat dus ook eigenlijk voelen welk leed daar allemaal achter zit. Ja. En ik voel me inderdaad, het is niet dat ik omschrijf misschien iets anders, ja, maar ik voel me niet verantwoordelijk voor dat leed, maar wel omdat ik het voel en ik heb dat veld vastgepakt, ben je er wel mee verbonden. Dus toen ik ooit bij Paul Blokhuis was uitgenodigd om daar een gesprek mee te hebben, de staatssecretaris van Volksgezondheid, en ik had een brief meegenomen van een moeder wiens kind is overleden 3 dagen na het vaccineren. En dat is ook allemaal aangetoond in Milaan dat het door het vaccineren komt. Ik kon alleen maar huilen. Ik zat gewoon bij een staatssecretaris en een aantal andere mensen daar aan tafel. Het enige wat ik kon was huilen. Omdat ik voelde dat, ja, het is toch dat leed. Je bent er gewoon mee verbonden. En je wil dat er iets anders in ontstaat. Dus je doet het vanuit liefde voor de mensheid, maar ook weer vanuit die boosheid. En het verdriet is er ook gewoon aangekoppeld. Ja. Ja. En ik voel dat dan ontstaat er echt iets anders. Als je bereid bent om die emoties helemaal te voelen en eigenlijk toe te laten. En dat het niet alleen maar vanuit die kennis komt. Je doet je dingen, maar er zit wel blijdschap in. Ja, dat vind ik leuk, want je kunt heel erg gaan zitten klagen. Daar zijn voorbeelden van. Oh, dat is allemaal verkeerd. En dus de blijdschap, je hebt er wel lol in, dat is belangrijk. Dus dat trekt mij. En je bent heel levendig. De energie die daarin zit, die je erin steekt, is heel levendig. Ja. En het speelse. Je bedenkt dingen dat ik denk, ah, dat is echt, weet je, daar zit gewoon lol in. Misschien zeg ik op 3 verschillende manieren exact hetzelfde. Ja, ja. Maar voor mij is dat het stukje dat het spel is. En er zijn dus allerlei verschillende bewustzijnsniveaus. Dus heel veel dingen zijn natuurlijk super misdadig. Op het aardse niveau is het misdadig. Als je ziet wat met de lockdowns gebeurd is en met de mondkapjesplicht. Het staat zo ver af van de rechten die we als mens gekregen hebben. En dat is nu, ja, dus ik vind heel veel dingen in de overheid vind ik super misdadig. Maar aan de andere kant, het dient mij ook. Dus doordat eigenlijk al die misstanden er zijn, kan ik eigenlijk helemaal laten zien wie Frank Rusink is. Ja, en Frank heeft nou eenmaal het hartskwaliteit om de balans te herstellen en helemaal te uiten wat hij in zijn hart voelt. Dat is gewoon wie ik ben op een bepaalde manier. Dus als iedereen dat zou gaan ervaren, dat hij de misdaad durft te zien, maar ook voelt, het is er ook voor mij, zodat ik als een medicijn kan leven voor deze wereld en helemaal het beste van wat ik te bieden heb ga delen met mensen, ja, dan gaat er eigenlijk heel snel dingen veranderen. Je neemt verantwoordelijkheid door geen slachtoffer te zijn. Ja.
Dat is wat ik bedoel te zeggen. Ja. Ja, lekker voelt dat, hè? Nou, kijk, het voelt, dan voel je wel. Dus ook met zo'n rechtszaak waar dan een beetje mee gedreigd wordt. Oké, ik kan mijn slachtoffer daarvan gaan voelen. Maar dan vloeit eigenlijk al mijn kracht weg. Terwijl, wat nou als het is er allemaal voor ons? Geen idee wat eruit gaat ontstaan. Misschien gaat er eigenlijk wel uit ontstaan dat er in die rechtszaak iets totaal anders gaat gebeuren. En dat ouders weer gaan ervaren dat zij ten alle tijde gaan bepalen wat er met hun kind gebeurt. En niet op, ik ben ooit een keer ingestapt en ik moet er tot het eind van de rit maar uitzien. Ja. Want dat is wat het nu is. Once you get in, you never get out. Ja, dat was bij Vietnam ook. Als je er eenmaal was, dan kon je er niet meer uit. Once you're in, you never get out. Oké, maar stel, misschien gaat die rechtszaak dat dan opleveren. Ja, dan kan ik lopen huilen dat er nu gedreigd wordt met de rechtszaak. Maar misschien is het beste voor iedereen dat er gaat komen. Ja, je weet het niet. Je weet het niet? Nee, dat is zo. Zou ik nog eens zeggen over vertrouwen? Want hadden we het namelijk over, toen moest ik deze kaartjes halen. Daar zit ik met deze kaartjes in mijn handen. Dat, we hadden het eigenlijk over dat heel veel mensen die doen gewoon niet wat eigenlijk ze weten dat goed is. Omdat er eigenlijk te weinig vertrouwen is. Maar ik voel, vertrouwen is er altijd. Ja. Wij kunnen hier nu intappen en een vibe creëren, gewoon met z'n drieën, dat wij heel veel vertrouwen hebben in dat de wereld gaat veranderen. En dan kunnen mensen bekijken naar ons en die zeggen, ja, wat een illusie, want dat is helemaal niet waar. Oké, dat is het veld waar zij op afgestemd zijn. Maar als wij helemaal vertrouwen toe durven te laten in onszelf en dat echt helemaal in ons hart gaan voelen, dan is er geen ruimte meer voor angst. Dat is het dan niet. Dus dat leidt automatisch tot andere gedachten, leidt ook automatisch tot andere keuzes. En het is een keus of je dit toelaat of niet. Ik voel dat ik iets trigger bij jou. Ja, je praat veel te veel. Oh. Je zit hier echt. Je neemt het hele gesprek over. Ik vind het prima hoor, maar waarom zit ik dan hier? Ja. Waarom wilde jij mij er graag bij hebben? Omdat wij. Jij het altijd echt rond maakt, het kloppend maakt. Kijk, het is wel dat ik zo'n gesprek dan echt overneem, omdat ik heel veel vuur in mezelf voel om iets te vertellen. Zit ook in mijn blauwdruk natuurlijk. Mm-hmm. En ik denk ook wel dat het stukje is dat, wat natuurlijk eigenlijk gewoon bijna collectief denk ik wel gebeurt, dat het mannelijk het vrouwelijk aan de kant duwt. Ja. Dus ik wil je wel graag de ruimte geven, Loes. We zijn hier gewoon met elkaar de hele tijd balans aan het vinden. Nou, waar wij wel heel erg goed in zijn, is echt vanuit dat gevoel praten en daar heel eerlijk in zijn. Naar onszelf en naar elkaar. Dus hij voelt dan ook dat er bij mij iets gaande is. En dat bespreken we ook direct. Ja, dit is dus wel gewoon. Zo van, ik voel dat ik bij jou iets trigger. Ja. En is dat balans vinden? Nee, het is natuurlijk een vorm van balans vinden. Maar hoe ik het zie is, wat creatie is. Ik moet het anders zeggen. Wij zitten op dit moment in overleven. De gehele mensheid is aan het overleven. En eigenlijk horen we te leven. En de volgende fase is liefhebben. Dus we zitten eigenlijk in de overgang om nu te gaan leven. Maar als je echt wil leven, moet je echt creëren van binnenuit. Dus wat wij geleerd hebben is, er is een soort van bestaande realiteit. Je komt groep 3, klas 1. Daar had jij het net over dat je je dochter niet naar groep 3 wilde laten gaan. Je komt dus in klas 1, groep 3 binnen en dan staan die tafeltjes zo op een bepaalde manier. Dat is vaststaand en jij krijgt je eigen plekje en daar moet je zitten. En dat is eigenlijk de metafoor voor het systeem. Want eigenlijk krijgt het kind dan de boodschap van het systeem staat vast. Deze realiteit is iets vaststaand. En jij moet daarbinnen een plek vinden die ook vaststaat. Dus alles wordt vastgezet in een hokje. Dat is het tegenovergestelde van creëren. Dus als je naar een natuurlijke school kijkt, waar er gelukkig steeds meer van zijn, die gaan in een kring zitten. En die zeggen dan, oh ja, iedereen brengt vandaag op zijn eigen manier, dus iedereen mag iets zeggen, en die brengt zijn energie in het midden van de cirkel. En dan vanuit die cirkel gaat iets ontstaan. En tuurlijk hebben de begeleiders bepaalde ideeën voor de dag, maar vanuit
vanuit wat ieder aan energie inlegt, gaat iets ontstaan. Dat is creatie. En als we werkelijk vanuit die innerlijke creatie weer gaan leven, dan leven we. Dus op een andere manier kan je niet leven. En die werkelijke creatie die vindt alleen plaats als er een dans is tussen het mannelijke en vrouwelijke energieveld. Dus dat is dit aan mannelijk en vrouwelijk energieveld, letterlijk. Maar dat is ook in Frank zijn mannelijke en vrouwelijke energieveld. En het is in alles. Want het mannelijke veld is de pluspol, denk maar aan de batterij. En het vrouwelijke veld is de minpol. Dus leven kan alleen als er de dans plaatsvindt tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En dat is dus een constante afwisseling zo. En dat is wat je dan nu net even tussen ons zag. Maar heel vaak onderdrukken wij dat. Je bent geen kennis aan het delen toch, hè? Nee. Nee, en heel vaak onderdrukken wel. En dat, maar dat is ook mooi, want wat ik dan waarneem als Frank dit dus gaat uitspreken van ik voel dat je ergens aan irriteert, dan het eerste wat door me heen kwam is, oh, dit moet er dan misschien uitgeknipt worden. Maar dat laat eigenlijk nog zien, die programmering die ik op mijn breincomputer heb, dat dat er eigenlijk niet mag zijn. Dat dat iets is om, dat emotionele stuk, of dat zijn dingen om je voor te schamen. Maar dat is het vrouwelijke veld. De wrijving is iets om je voor te schamen. Al het negatieve zijn dingen om je eigenlijk voor te schamen. Die wil je niet hebben, die moet je wegmoffelen. Maar dat is het vrouwelijke veld. Het vrouwelijke veld is het negatieve veld. Hoe weinig liefde er echt voor het vrouwelijke is. Ik moest er denken toen jij ook aan het praten was over de, als er dan dingen van ons geridiculiseerd worden, dan gaat het eigenlijk heel vaak over emotie. Nou, het gaat altijd over mij. Ja? Ja. Ja. Eigenlijk niet over jou. Hoe komt dat, denk je? Dat het bij jou terecht komt en niet bij Frank? Nou, ik ben iemand, ik durf echt het authentieke vrouwelijke veld te belichamen. Dus ik vervorm het niet. Ik voel gewoon heel veel. En dat durf ik ook te laten zien. Maar dat wordt heel vaak niet begrepen. Ja, of juist wel. Of het wordt juist heel goed begrepen. En mensen schrikken ervan. Omdat alles is natuurlijk een reflectie. Dus zeker. Als ik iets bij jou zie, wat ik vervelend vind van mezelf. Dan ga ik met mijn vinger wijzen dat jij iets verkeerd doet natuurlijk. Ja. Dus misschien juist ben jij degene die juist heel erg veel aanraakt bij de mensen. Zeker, ja, maar dat besef ik wel. Wat ze niet willen zien. Ja. Ja. Ja, jij spiegelt en confronteert meer dan wat ik bijvoorbeeld doe. Ja. Daar zit echt een verschil tussen ons twee. Maar daarom ben ik ook wel heel blij met hoe Frank het doet. Want Frank deelt echt heel vaak dingen waarvan ik vind dat ze gezegd moeten worden. Maar waarvan ik weet, ja, als ik ze zeg, dan haakt het niet op de manier aan zoals van belang is. Ja. En dan neemt Frank het mee. En dat vind ik wel heel mooi. Zijn jullie ook een beetje, want je had het over het medisch, dat je een medicijn zijn. Ja. Zijn jullie gezamenlijk ook een soort medicijn? Of, zeker. Als jij de woorden spreekt die jij belangrijk vindt, misschien doe jij iets wat jij belangrijk vindt. Ja, ik vind het wel mooi van het yin-yang beeld. Kijk, uiteindelijk zit yin-yang in mij, het mannelijke veld en het vrouwelijke veld. En dat zit ook in Loes. Maar gezamenlijk zijn wij ook een yin-yang veld, waarin Loes het vrouwelijke representeert en ik het mannelijke. Dus wij zijn gezamenlijk ook een medicijn voor deze wereld. Net als elk stel trouwens, hè? Net als elk persoon. Alleen wel weer een ander medicijn. Ja, en dat is wel een leuk spel om te ontdekken van, maar in hoeverre durven wij helemaal dat medicijn in te brengen? En waarin houden we onszelf nog in? Jullie zien het medicijn wel dat jullie zijn. Zeker. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Is dat een heel lang verhaal of is het één zin? Zal ik een kort uitleg geven? Kijk, voor mij is eigenlijk het is best wel eenvoudig, pan meer. We hebben gewoon vier windrichtingen. We hebben de elementen lucht, vuur, water en aarde. Die moet je eigenlijk toe durven te laten. En lucht is denken, vuur is doen, voelen is water en zijn is aarde. En in zijn vinden mensen het lastig, maar eigenlijk is dat gewoon de nieuwe realiteit die je gecreëerd hebt door aan een idee, lucht, actie te koppelen, de ervaring helemaal door te gaan en dan is een nieuwe realiteit tot stand gebracht. Maar dat kan alleen maar ontstaan als het hart hier, wat dan eigenlijk midden in dat wiel staat, als dat open is.
Ja, en hetgene waar je over nadenkt, dat is het doel wat je hebt. Dus wij denken, wij hebben heel veel gedachtenuitwisselingen die heel veel gaan over het doel wat wij hebben. En wij willen heel graag een andere realiteit zien dan waar we nu in zitten. En dat kan alleen maar als wij de leiding nemen. In eerste instantie over onszelf, dus over onze eigen gedachten, over onze eigen emoties. En dan er ook over gaan communiceren, zodat mensen er eigenlijk ook in mee kunnen gaan. Dus wij willen eigenlijk, dat is ons levensdoel, wij willen eigenlijk dat er een andere gedachte bij mensen op hun breincomputer komen te staan, die veel vrijer is en veel liefdevoller zijn dan dat die nu zijn. Dat is eigenlijk ons gezamenlijke levensdoel. We hebben ook geleerd dat als je iets moet kunnen, dat je er eerst heel hard voor moet leren. Dat was even het voorbeeld wat ik voordat we met die opname begonnen had, van dat onze dochter echt foutloos echt met hele mooie, hoe noem je dat, accent, Engels spreekt. Maar dat we echt geen enkel idee hebben waar ze het geleerd heeft. En dat het dus echt voelt als, ik maakte hier het grapje, ik haalde even een stekker uit het stopcontact. Zo van, ja, ze heeft gewoon ergens een stekker in een stopcontact gestopt. En wij weten niet wanneer en hoe, maar het is er. Ja, dus dat hebben we ook niet geleerd. Van, oh ja, soms zijn dingen er gewoon opeens. Moet je gewoon even het juiste schakelaartje vinden of de stekker op de juiste manier insteken. En dan is iets er. Dat je al dingen weet, vind ik veel gaver. Dus dat je ook kunt intappen op bronnen. En hoe, ik weet de weg niet, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel over heel veel dingen gevoel van hoe het zou kunnen zijn. Maar de weg er naartoe weet ik niet. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Dat het komt of het komt niet. Maar dat weten, dat... Ja, dat is grappig, want laatst gaf ik een lezing in het theater. En toen kwam iemand naar Frank toe. En die zei, ja, dat wat Loes allemaal vertelde, ja, dat weet ik eigenlijk al. En toen zei Frank, ja, dat vond ik toch een beetje jammer dat ze dat zei. En toen zei ik, ja, maar voor mij is dat juist, soms zeg ik dat ook wel eens aan het begin, van ik ga je dingen vertellen die je eigenlijk al weet. Want het zijn gewoon de natuurwetten. Die zitten gewoon in je. Dus voor mij is het juist de bevestiging van, ja, dat het juist om deze kennis gaat. Ik hoop dat heel veel mensen dat echt gaan voelen voor zichzelf. Dat ze echt gaan voelen, ik ben een medicijn voor deze wereld. En ik hoef niet naar Frank of naar Loes of naar wie dan ook te kijken hoe zij het doen op een bepaalde manier. Want ik ben weer een ander medicijn. Ja. Maar ik ben het wel. Anders ben je niet. Ja, ik doe niks meer. Ik ben helemaal klaar met het doen. Ja. Ik ben gewoon en ik zie wel wat er komt in het moment. En dan ben ik, dat is voor mij de rijkdom. Ja. Meer is er echt niet nodig. Op het moment dat mijn hoofd ermee aan de slag gaat, dan ga ik in, zeg maar, dat is doen voor mij. Dat hoofd. Dat is doen, ja. Want dat is officieel natuurlijk niet doen. Maar. Dus als ik zit heel vaak gewoon op de bank voor me uit te staan, dan voel ik me in het begin heel schuldig bij. Ja. Nog steeds. Ja. Want ik moet wel filmpjes maken, en, maar het geeft wel voldoening. Ja. Dus me realiseren dat er zijn genoeg. Daarom zei ik ook medicijn toen jij zei medicijn. Medicijn is voor mij denk ik een soort waar ik nu ben in mijn leven. Ja. Maar ik vind het wel mooi. Kijk, onze kinderen zijn natuurlijk nu iets ouder. Maar wat ik heel lastig vond als man en als vader, om helemaal oké te zijn met al hun emoties. Huilen, boos zijn. Dat ik totaal niet wist wat ik daarmee moest. Maar het was eigenlijk gewoon een weerspiegeling dat ik totaal niet wist wat ik met mijn eigen emoties moest. En ik ken heel veel papa's die op het begin zeggen, ik wil wel een papadag. Maar na een aantal papadagen zeggen, ik ga liever gewoon lekker aan het werk. Want dan kan ik weer lekker, zonder dat, daar zijn ze nog niet bewust van, maar lekker weer naar denken en doen gaan. Dan hoef ik niet in dat voelen en dat zijn stuk te stappen. En dat laat voor mij zien, oké, dit denken en doen is comfortzone voor iedereen. En dat voelen en zijn vinden we lastig. Dus daar moeten we zitten voor de transformatie. En daarom moet ik toch wel, ik kom uit een best wel een kerkelijk nest, kom ik. En het verhaal van Jezus die dan eigenlijk in die tempel inging en al die mensen daar wegjoeg, die daar eigenlijk gewoon onzuiver bezig waren. Die tafels omver gooien. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen, als daar nu filmpjes van zouden zijn, dan zou die van een persoon geridiculiseerd worden. Zie hem eens gek doen. Zie hem eens eigenlijk wat overdreven al die emotie gebruiken. Maar het was nodig in dat moment om er iets kloppend te maken. Ja, en nu, je ziet maar heel weinig mensen die hun emotie echt durven te uiten publiekelijk als er iets niet klopt. Maar stel nou dat al die moeders die walgden van al die regels op school echt een emotie zouden toegelaten, al die schooldirecteuren hadden echt in hun broek gescheten. Ja, dan blijft er helemaal niks meer van over. Nee,
Vrouwen hebben dus niet geleerd authentieke emotie toe te laten. Mensen? Ja, mensen, maar het is het vrouwelijke veld. Ah ja. Het is, maar het geldt voor mij ook, hoor. Het authentieke vrouwelijke veld. Ik voel me ook aangesproken. Ja, maar hoe kan jij het als man, als vrouwen het niet eens die het belichamen het niet eens laten zien? Ja, kijk, het feit dat Frank heel goed kan huilen is omdat hij samenleeft met een vrouw die dat authentieke vrouwelijke kan toelaten. Dan krijgt hij krijgt zeg maar te zien wat aan zijn eigen vrouwelijke kant, wat hij niet belichaamt, gebeurt. Je kan van jezelf als man niet verwachten dat je leeft in een wereld waarin dat authentieke veld niet door degene die het belichaamt zo geleefd wordt of niet voldoende. Kan je dat niet verwachten dat jij dat dan kan? Wij vrouwen moeten daarin voorop staan, want het is ons veld. Wij belichamen het. Dus wij hebben het ten eerste te doen en te laten zien. Als jouw vrouw niet de heilige woede toestaat, wat een onderdeel is van het vrouwelijke veld. Of echt het verdriet als je ergens door geraakt wordt. Is dat voor jou als man veel lastiger om dat toe te laten? Ja, ik heb wel het idee dat de wereld wel heel erg aan het veranderen is. Dus dat waar we het over hebben is gewoon echt gaande. Ja. Ik zie jullie wel. Ik zie jou in ieder geval. Denk zo, ben ik het er wel mee eens? Ja, dat vraag ik me af of ik het inderdaad helemaal mee eens ben. Omdat... Het is allebei. Ja. Het is allebei. Het is gaande. En aan de andere kant is het er ook nog niet. Nou, het is wel dat ik soms echt dat verlangen heb dat het sneller zou gaan, zeg maar. Ja. Dat ik... En dat is ook wel... Toen jij zei van, goh, waarom heb je mij er eigenlijk bij gevraagd? Je bent wel heel veel aan het woord. Dat is dat deel van mij wat echt... Wat er nog meer vuur in wil stoppen. Om tot... Tot echt de bezieldheid te komen. Ja. Ja, dat is van mij. Ja. Heeft iemand anders niks mee te maken. Ja. Ja, maar als ik jou dit nou hoor zeggen, dan is wat er bij mij te binnen schiet, is van dat ben je. Daar hoef je niks meer voor te doen. Ja, klopt. Maar het is ook, het is aan de ene kant oké zijn dat alles gewoon goed is zoals het is. En het is aan de andere kant dromen van een beweging van mensen die volledig weglopen bij alles wat niet meer klopt. Dat is ook een nummer trouwens wat ik draaide toen ik... En als ik dit nou een ander woord aan vastkoppel, dan zou ik zeggen weten. Je weet dat die wereld er is waar iedereen wegloopt van alles wat niet meer klopt. Dromen vind ik trouwens ook heel mooi, maar ik heb ook meteen denk van, oh, dat weet je. Je weet dat die wereld er is. Waar mensen weglopen. En het hoeft niet iedereen te zijn, hè? Want daar gaat het helemaal niet uit. Daar gaat het volgens mij niet eens om. Maar dat is de wereld waarom ik hier ook zit. Omdat ik die wereld, denk ik, op mijn manier ook zo zie. Maar die is er. Ja, je weet dat die er is. Ik wil het wel graag in de fysieke realiteit ervaren. Dus die keren dat we dan echt die bijeenkomsten hadden op het Museumplein en dat er echt heel veel mensen stonden, dan denk ik echt wel, ja, ik zie het gebeuren. Ja. En even los van wat de betekenis daarvan is, maar het feit dat daar dus heel veel mensen samenkwamen die voelden, ik wil iets anders dan dit, vind ik briljant. Ja. Oké, en dan komt er daarna wel waterkanonnen en paarden en politie. Oké, maar eigenlijk heb ik het er allemaal voor over om die sensatie te hebben dat we daar met heel veel mensen zijn. Ja. Die voelen, wij gunnen onszelf iets beters dan dit. En we gaan het ook creëren ook. Ja. Ja, dat is grappig, want dat ervaar ik bij jou ook heel erg. Dat jij het heel fijn vindt als je voelt van dat mensen voelen in zichzelf dat ze waardevol zijn. Ja. Dat is eigenlijk de visie die je hebt. Dat mensen voelen dat ze waardevol zijn. Ja. Omdat ik voel, als je jezelf je niet waardevol voelt, dan kan het systeem eigenlijk je alle kanten opsturen. Dan sturen ze van links naar rechts en van het ene angstverhaal naar het andere angstverhaal. Als jij helemaal jouw eigen waarde voelt en jij voelt dat jij kan jouw wereld manifesteren en realiseren zoals jij dat wil, en dan ben je niet meer te manipuleren. Dus iedereen die zich waardevol voelt en die voelt van, ik leef vanuit mijn eigen bezieling, ja, daar gaat het om. Als we niet het leiderschap nemen over onszelf, vanuit ons hart leven, creëren vanuit het hart. Eens. En leiderschap nemen over onze richting en waarom we hier zijn en wat onze waarde is, dan komt iemand anders en zegt van, oké, als jij het niet doet, dan doe ik het voor jou. Tuur. En dan krijg je types die gewoon niet sporen.
Maar die geven wij die ruimte. Ja. Helemaal waar. Zo zie ik het dus ook precies. Ja. En weet je wat nou het bizarre is? Dat als je dus in dat vertrouwen stapt van... oh ja, maar dit voelt het goede en ik doe het gewoon... dan blijk je in alles eigenlijk ook altijd gewoon veilig te zijn. Ja. Op het moment dat je volledig in het veld van vertrouwen bent... ja, is het altijd veilig. Ja, en wat de grap ook nog is... Ik ken het. Ja, en weet je wat de grap ook nog is? Het is ook altijd nog mooier dan dat je ooit had kunnen bedenken. Ja. Maar we zijn slaven van onszelf. Zeker. Maar het is ook op onze breincomputer gezet, hè? Oh, ja, het slavensysteem, dus het moet hier af, maar we doen het zelf. We doen het zelf, ja. Dat realiseer ik me ook wel. Mooi. Maar daar zit dan, vind ik ook wel een soort bevrijding in om te realiseren dat ik mijn eigen slaaf ben. Ja, zeker. Ik heb heel vaak een filmpje of een podcast geluisterd van Mark Passio. Echt een aanrader voor iedereen, zeker voor elke man die dit luistert. Men are cowards. En dan gaat hij echt tekeer. Het is één podcast, gaat hij helemaal uit zijn plaats. En ik voel, die heeft gelijk. En ik ben zo'n lafaard. Ik ben echt een ongelofelijke lafaard. Er zijn allerlei dingen die ik niet doe, omdat ik maar bang ben. Ik ben bang daarvoor. Ik ben zo'n lafaard. Ja. Oké, maar om dat helemaal toe te laten en te erkennen dat dat er is... maar ook dan de verantwoordelijkheid te nemen en andere keuzes te gaan maken... daar zat voor mij ook echt heel veel bevrijding in. Ja. En dat is voor mij wel een stukje er niet boven gaan hangen. Mm-hmm. Precies. Ja, want dat is wat jullie inderdaad zeggen, alles voelen. Ja. Dus ook de lafaard in mezelf voel ik gewoon, ja. En de neiging is dan om dat te gaan veroordelen. Die mag er niet zijn, maar hij is er. Ja. Ja, dan begint pas de transformatie. De transformatie begint op het moment dat je erkent, er leeft in mij een ongelofelijke lafaard. En er zit vaker dan mijn lief is aan het stuur. Oké, het is oké dat die lafaard er is. Het is gewoon een veld wat bestaat. Net als de enthousiasteling die er bestaat en de scepticus bewijs van. Maar ik bepaal wel... welke plek die in mijn leven heeft. Dus als je het energieveld aandacht geeft... want dat is eigenlijk bewustzijn. Hè? Bewustzijn is alleen maar waarneming. Hè? Dus het is alleen maar a point of attention. En als je daar even de aandacht aan geeft... en even naar dat punt toe beweegt... dan transformeert het veld al. Ja. En dat is wat wij constant doen. En dat zagen jullie dus nu net ook gebeuren. Dat er is dan iets, een energieveld in mij. Een soort energieveld van... nu ben ik weer het vrouwtje wat erbij hangt, zeg maar. Zo'n soort energieveld was er dan even mij. En als er dan even aandacht voor is, ja, dan transformeert het ook weer. Ja, dus je deur en de aandacht is het eventjes de woorden aan te geven. Ja, en het is gewoon even in emoties te ook laten zijn. En dat is wat wij constant doen. Ja. Terwijl die mensen die hier komen, die vragen ook heel vaak aan mij... maar Loes, wanneer is het nou eens klaar? Nee, het is nooit klaar. Dat is het leven. Het leven is dat werken met die energievelden. Ja. En zelfs als je dood bent, is het niet klaar. Ik bedoel, ik ben regressietherapeut. Ik weet het. Ja, dat het gaat gewoon door. Dat is ook nog zo. Ja, dat wordt gewoon doorgegeven van de een op de andere generatie. Nou ja, maar als ziel ben je er ook nog steeds. Ja. Je verlaat alleen je lijfje. En dus het is een constante, dat is wat leven is. Het leven gaat niet over deze materiële werkelijkheid. Nee, het leven gaat over energievelden. En het constant daarmee bezig zijn. De fysieke wereld is veel te belangrijk geworden. Want dat wat werkelijk is, is de niet-fysieke wereld. Ja. De energievelden. Ja, en daar mag je constant mee werken. En dan wordt leven ook leuk. Het materiële wereld kan ook heel leuk zijn, denk ik. Maar ik denk dat de energiewereld wel spannender is. Het is voor mij de uitkomst. Je hebt er invloed op. Op de materiële wereld heb je veel minder invloed dan op de energiewereld. Kijk, als ik de stoel van vorm wil veranderen, dan moet ik echt heel wat voor doen. Ja. En dan moet je ook nog op een bepaalde manier de gereedschappen voor hebben, voor opgeleid zijn. Als ik een energieveld van vorm wil veranderen, hoef ik alleen maar mijn aandacht erop te richten. Ja. Ja, dat is een heel andere vorm van creëren. Ja. Afgelopen maandag was fantastisch geweest. Als daar een camera bij was geweest. Ja. Om gewoon te laten zien hoe het systeem reageert op mensen... die bezig zijn om hun eigen vrije, bezielde realiteit te creëren. Maar ook wat daar plaatsvindt, is ook energiewerk. Hè? Want het komt constant, zie je het systeem... oftewel argontenenergie, zo noem ik dat. Dus psychopathische energie... zie je door die mensen heen werken.
Dat is niet wat ze werkelijk zijn. Ja, precies, hij is ook een mens. Hij is niet het systeem. Hij is niet het systeem, maar hij laat die energie door zichzelf heen werken. Wij zijn er heel goed in geweest, of geworden, moet ik zeggen, heel goed in geworden, om die energie waar te nemen. En die gewoon, bij wijze van spreken, bijna zo... Oh, ik zie hem. Oh, die zet ik in de hoek van de kamer. En dus dat is ook energiewerk. Ja. Het is het waarnemen van het energiewerk. Dus ze praten bijvoorbeeld heel vriendelijk en plechtig. Maar wat ze zeggen is, ik hak je kop eraf. Ja, ja. En dat is de boodschap, hè? Ja, en nou ja, en ieder van ons kent die momenten dat je denkt... Hé, ik snap niet wat er hier gebeurt. Hè? Dat je helemaal daar de kluts van kwijtraakt. Maar ja, als je heel veel leert werken met energie... dan voel je, oh, dat is die energie. Oh. Maar dat kun je pas doen als je diezelfde energie... die je dan herkent bij die persoon... bij jezelf hebt erkend daarvoor... en daar iets daar, dat werk mee te gaan wat jullie dan doen. Ja, zeker. Zeker. Dat is de enige manier. Ja. Want anders word je erdoor gegrepen zonder dat je het door hebt. Ja. Ja, je moet wel kunnen herkennen. En ik was daar vroeger veel naïever in, kan ik wel zo zeggen... dan dat jij was. Je herkende dat veel beter. Ik heb het echt moeten leren om dat waar te nemen. Ik was echt van, voor mij was echt iedereen gelijk, zeg maar. Terwijl nu voel ik echt, oh, daar zit een systeemfunctionaris... wat dan de wethouder is. En nu zit ik tegenover een mens. En dat is echt een wereld van verschil is dat. En jij luistert op een andere manier naar ons dan dat hij naar ons luistert. Hij is een systeemfunctionaris en hij hoort mij te dienen. Net als ik wijs van, ik hoor God te dienen. In die rol is hij ook niet echt een bezield mens. Nee. Want het is psychopathische energie. En psychopathie is het tegenovergestelde van bezieldheid. Want als die wel bezield zou zijn, zou het heel andere gesprekken zijn. Dan zou hij zeggen van, goh, hoe doe je dat dan met je kinderen? Wat zie je bij je kinderen? En hoe ontwikkelen die? Dan zou je een totaal ander gesprek hebben. Maar dat heb je dus niet. Wat ik dan merkte, en daar heb ik zoveel van geleerd... is dat ik binnen dat klaslokaal ging functioneren in een energieveld... die eigenlijk helemaal niet bij mij past. Ja. Een autoritair energieveld, een energieveld van moeten... van dit werkje moet af, want ja, ik heb dat blaadje gekregen... met wat ik in deze 2 weken moest doen en dat gaan we gewoon doen. Dus ik ging functioneren in een energieveld... wat niet de mens Loes is, het bezielde energieveld. Dan had je het anders gedaan. Dan had ik het heel anders gedaan. Maar ik kon daar in die setting ook niet uit. En dat zit letterlijk soms bijna in het gebouw. Dus... toen wij maandag zeg maar het gemeentehuis binnenkomen... je voelt daar al die energie. Dat je, ja, dat is gewoon echt een ander veld. Dus tuurlijk werken daar hele liefdevolle, bezielde mensen. Maar ze werken in een veld wat dat als intentie al niet heeft. Nou, en daar zie ik wel eigenlijk dat bij heel veel overheidsdiensten... komen elke keer rapporten naar buiten dat er een angstcultuur heerst. Ja. Daar is een angst voor, omdat het op angst gebaseerd is. Ja. Ja. Nee, maar dat denk ik ook wel. Dat onze leiders zeg maar, misschien wel wat banger zijn dan het volk wat ze leiden. Zeker. En leiders is trouwens niet eens woord, want het zijn geen leiders. Maar de mensen die in al die plekken zitten. Maar ze kunnen wel manifesteren met onze angst. Dat vind ik het interessante eraan. Maar denk je misschien niet eens heel bewust? Hoe zie jij dat? Ik denk als je naar die Bob-verzoeken kijkt, dan zijn ze wel heel erg bezig wat ze moeten doen om een bepaalde realiteit tot stand te krijgen. Ja. Dus wat hebben ze nodig om te zorgen dat die coronapas wel geïntroduceerd wordt? Oh ja, we hebben dus wel iets meer angst nodig. En zeiden, ja, ze hebben niet voor niks die psychologische oorlogsvoering toegepast. Wat ook naar zij weten veel meer van creatie dan gewone mensen. Ja. Ja, ja, ja. Zij weten dat creatie voortkomt vanuit een idee, daar actie aan geven. Daar moet emotie aan gekoppeld worden. Want zonder emotie komt een creatie nooit tot stand. Dat kan niet. Hè? Want... zonder man, vrouw komt een kind niet tot stand. Dus als je iets geboren wil laten worden... moet daar het mannelijke en het vrouwelijke veld in zitten. Dus dat is idee, actie. Dan moet er emotie in zitten. En er moet het zijnsveld van of het lichaam of materie... wat zij dus altijd in gevaar brengen in zitten. Moeder aarde is in gevaar. He, zo wordt het gesteld... Dus dat is het vrouwelijke veld. Hè? Want lichaam is het vrouwelijke veld. Dat is science-energie. Ja, en dan trek je iets door een creatie heen. Als je dat zonder zo'n gevaar doet, zonder fysiek gevaar... dan kan dat al helemaal niet. Dus zij weten veel meer van manifesteren dan wij. Ja, maar zeker. Nee, ze hebben jou nodig, maar ze hebben vooral jouw angst nodig.
Dus die coronapas, even als voorbeeld, die is niet vanuit liefde er gekomen. Helemaal, nee. Die is er vanuit angst gekomen. Dat is een angstproduct. Ja, maar zij weten dus eigenlijk wat er nodig is om dat hart dicht te krijgen van iemand. Dus die angstige gedachten, angstige acties, angstige emoties en een angstige realiteit. En het maakt ze dus ook niet uit of jij in angst zit voor corona of dat jij in angst zit voor de coronapas. Dat is voor hun evident. Dat maakt niet uit. Als het mijn angst is en zij kunnen die energie oogsten voor hun manifestatie. Dus hoe liefdevoller jij bent, hoe meer je echt helemaal in het liefdesveld zit en helemaal in het veld van vertrouwen, hoe minder ze met je kunnen. Ja. Ja, en dat gaat dan eigenlijk niet eens zozeer over de mensen bij wijze van. Wij zaten dan, kwamen binnen in het gemeentehuis en er waren twee jonge meiden die ook binnenkwamen. Die hadden net hun eerste werkdag daar. Ja. Dan gaat het niet over dat zij daarmee bezig zijn. Nee, helemaal niet. Zij stappen echt vanuit alle beste intenties erin om iets heel iets moois te doen voor de gemeente Ede en daar een belangrijke rol in te spelen. Niks dan, je voelt niks dan goedheid wat ze daar komen brengen. Maar ze stappen in een groter veld wat je niet geleerd wordt om je daar bewust van te zijn. Wat in welk veld stap je nou eigenlijk? Ja. En dat is dus ook dat heel veel mensen, en daar ben ik heel blij mee, uit Nederland eigenlijk voor zichzelf zijn begonnen. Omdat ze voelden in dit veld kan ik niet meer functioneren. Ik kom niet tot mijn recht binnen dit werkveld. Ja, en die zijn dan op zoek naar hun eigen bezieling. En die moeten dan op een eigen manier dat gaan vormgeven. Met alle emoties die er als ondernemer en ZZP'er bij horen. Voor mij alleen maar een goeie. Want dat zijn mensen die bewegen weg van systemen. Ja. En gaan alleen maar voelen, maar dit ben ik. Ik ga mijn eigen realiteit creëren. Ja, dan moet je ook scheppen, hè, als je ZZP'er bent of ondernemer. Bewust scheppen, want je schept sowieso. Ja. Je schept sowieso. Bewust scheppen, ja. Dan gaat er ineens heel anders om. Ja. Ja. Ja, er is een term, de Great Resignation. Dat is een fenomeen dat beschreven is onder die noemer. Ik wist dat er nooit voor gehoord, maar in Amerika dat mensen echt gewoon massaal weggaan bij bedrijven. Precies wat jij nu zegt. Ja. Dus daarom dat ik ook wel zoiets heb van, zie, het is echt gaande. Ja, dat zie ik ook heel erg hoor. Maar dat vind ik ook wel tof hoor. Want zaterdag komt hier iemand en die zei van, ik heb echt een jaar lang heb ik heel veel naar je geluisterd, heel veel dingen gekeken. En daarna ben ik er eigenlijk helemaal mee gestopt. En heb ik mijn eigen ding gaan doen. Ik dacht, daar gaat het voor om. Het gaat om dat iedereen helemaal zijn eigen ding, vanuit liefde voor zichzelf, liefde voor de omgeving. En ook al volgt niemand mij dan meer. En waar iedereen is alleen maar met zijn eigen creatie bezig, dan sta ik met een bord, now I can die in peace. Werk is gedaan. Oh, maar dat was ook die eerste tijd dat Frank zoveel volgers kreeg. Ik was boos, joh. Ik dacht echt, waarom ben ik nou zo boos? Ja, je bent een tijdje medicijn en dan gaan die mensen weer verder ergens anders naartoe. Maar op het moment dat ze heel lang ook weer bij je blijven hangen, zijn ze eigenlijk niet die stappen aan het doen die we ze eigenlijk proberen te leren. Ja. En dan haak ze, dan, ja, dat. Ja, de beweging die jij nu omschrijft zie ik wel als iets in de mensheid. Weet je, iedereen heeft wat te brengen en daar komen dan mensen bij en die gaan weer door. En de ene blijft wat langer, wat korter. Ja. Er zijn altijd mensen die jouw verhaal moeten horen. Maar er zijn heel veel mensen die jouw verhaal niet moeten horen. En dat is ook het spel en dat is het leven. En, maar nou, ik zie inderdaad ook wel dat wat jij eerder aangaf, dat het belangrijk is om jezelf te uiten. Om wel met je verhaal naar buiten te treden. Hm. Wat dat verhaal dan ook is. Jij doet het op jouw manier. Ik moet toch even denken aan Hugo. Hugo doet het op zijn manier. Jij doet het op jouw manier. Ik op mijn manier. En om dat ook te voelen, te beleven. Kleine nuance toch. Je verhaal naar buiten brengen. Kijk, voor mij zijn woorden belangrijk. Omdat dat toevallig mijn medicijn is. Maar kan ik op een hele andere manier iets naar buiten brengen, zeg maar. Je kan ook als buschauffeur zitten en je glimlach naar iedereen die binnenstapt naar buiten brengen. En dat is dan jouw... Of dit hartje wat jij nu net aan mij geeft, is ook iets naar buiten brengen. Nou, de manier waarop is... Klopt, als er maar wel iets van jou naar buiten gaat. Iets van jou moet de wereld in, zeg maar. Ja. En dan het liefste iets liefdevols. Maar ik zou zelfs daarvan denken dat iedereen dat op zich wel doet. Iedereen doet wel het beste wat hij op elk moment kan. Daar ben ik van overtuigd. En die zeggen dat er niet meer potentie is, hoor. Dat denk ik ook, dat is altijd. Dat is ook mensen zo rekbaar en breed. Maar op elk moment brengt iedereen het beste wat hij op dat moment brengt. Nee, je bent in het moment altijd de beste versie van jezelf. Ja, mooi gezegd, ja. Nou, dat vertrouwen vind ik in ieder geval fijn om in mijn leven te hebben. Want anders wordt het ook weer een strijd. En dat is wel grappig, want we hebben natuurlijk al vaker over strijd gehad hier vandaag. Ik ben daar een beetje klaar mee, de strijd. Omdat ik misschien ouder word en de energie er niet meer voor heb. Of ook niet meer voor wil opbrengen. Dus daar wil ik wat meer naar dat zijn
beweeg. En dat wat is, goed is. En dat vertrouwen daarvoor te hebben. En dat ik niet per se dingen hoef te veranderen. Ja, het is allemaal nuance, denk ik. Ja, daar voel ik weer een nuance in. Want het zijn meer van die bewegingen. Kijk, het is een beetje... De natuurwet heeft 8 principes. En een van die principes is ritme. Dus dat is van... Ja, het is winter, daarna is het lente, dan is het zomer en dan is het herfst. En herfst is de zijnsenergie. Oh ja, maar dus is het in de herfst. Dus er komt weer een moment en dan is het winter. En dan komt er ook weer een moment dat lente is. En dat is die vurige energie van... ik zal even iets laten zien aan de buitenwereld. En dat is dus ook oké. Okay. Alleen het probleem is dus dat we geleerd hebben dat vast te zetten. En dat we ritme niet meer toelaten. Ja. En terwijl als je ritme toelaat, dan is de wet van aantrekkingskracht van een kracht. Ja. En dan ga je dus de cirkel rond. Creëer je, dan manifesteer je. Dan is het rusten en in zijn oké. Okay. En dan is het vurige actie nemen op het andere moment is oké. Okay. Ja. Sommige mensen zeggen wel, er zou veel meer moeten worden samengewerkt. Dan voel je, iedereen heeft zijn eigen geluid, zeg maar. En je kan wel hetzelfde doel voor ogen hebben, maar als je bewustzijn anders is, en je bewustzijn is automatisch anders, dan kan je heel lang met elkaar even praten, maar eigenlijk voelen dat er iets anders nodig is. Dus wat ik vind dat nodig is, is vanuit mijn perspectief nodig voor de werkelijkheid waar we in zitten. En iemand anders die ziet eigenlijk ook dat het verandering nodig is, maar die voelt dat er totaal iets anders nodig is. En we hebben allebei gelijk, en het is allebei nodig. Maar als we gaan samenwerken, dan komt er niks van. Dan gaan we allerlei overleggen en moet dit en dat en dat. Dus daarom verbind ik me wel. Maar we doen wel vrij veel gewoon zelf. Ja, ik voel wel, ik heb echt mijn missie en mijn plek wel gevonden. En daarin is dat medicijnwiel voor mij wel belangrijk. Ik weet gewoon helemaal, dit is mijn medicinale kracht. Dus ik kan net gaan doen alsof ik allerlei dingen eigenlijk ook kan. Maar daar moet ik dan echt heel hard voor werken. En dat doe ik dus niet meer. Pas vroeg mijn jongste zoon van 10, die zei van... papa, wat jij doet, is dat nou eigenlijk werk of hobby? Een briljante vraag. Ik zei, eigenlijk is het geen van bij. Het is gewoon wie ik ben. Ik ben gewoon een verhaal aan vertellen. Nou ja, ik kan me wel voelen... Ik voel dat mijn medicijn kan nog meer geleefd worden. Elke dag kan er weer een angstje getransformeerd worden... waardoor er meer liefde door me heen gaat. En de volgende dag kan er weer een beetje angst getransformeerd worden. Er kan nog meer liefde door me heen komen. Ja. En dat is een continu proces. Ja. Het gaat erom dat iedereen zijn eigen plek erkent... en wat hij zelf te doen heeft in dit stuk. Ja. Als ik nou naar Loes luister... wij kiezen de velden uit waar wij op willen spelen. Dus wij spelen niet op 18 holes tegelijkertijd. Wij zijn niet bezig om vrij te komen van het idee... dat we eten nodig hebben om te leven. Dus we kennen ook mensen die eten gewoon maanden niet. En dat kan. Dat is een kracht die we kunnen ontwikkelen als het helemaal bij ons zou passen. Het past zeker bij hem, dus hij doet het. Wij denken er eigenlijk over na, want het is wel fascinerend eigenlijk wel. Want het scheelt superveel tijd en het scheelt ook een keer geld. Maar wij spelen niet op dat bord momenteel. Wij hebben niet op dat veld. Wij zijn nu bij hol 14 bij wijze van. En hij staat bij hol 16 te spelen. En de ander is met de belastingdiensten bezig. En die staat op hol 13 precies te doen datgene wat nodig is om vrijheid te ervaren op dat terrein. En alle velden tegelijkertijd. Indianen zeggen ook, you can't access all power. Dat vind ik mooie wijsheid om dat erover te hebben. Ja, dat kan niet allemaal tegelijkertijd. Dus heel vaak doen we dingen niet, omdat we zo bang voor de consequenties zijn. Volledige verantwoordelijkheid. Dus alles wat je erbij voelt. En je hebt werk aan de binnenkant nodig en aan de buitenkant. We zijn het niet, maar we gedragen ons vaak zo zwak. Omdat we totaal niet weten hoe we met onze angst moeten omgaan. Dat we ook niet vaak een partner hebben die ons daarbij helpt. Dus ja, ik vind wel dat iedereen echt een keus... Ik ga toch gewoon moeten zeggen. Zou moeten. Maar het is echt wel vanuit liefde dat ik hoop dat wij gewoon sterker als mens komen te staan ten opzichte van het systeem. Dat is het. Maar de grap is, de wedstrijd is nooit voorbij in het echte leven. Ja, dat klopt. Maar het gevoel dat je aan het winnen bent, kan er wel zijn.